Ja, je moet altijd even wachten voordat de opname begint. Maar dit is uitzending nummer 76. En jullie die natuurlijk altijd heel goed opletten, die denken dan gelijk, waar zijn uitzending nummer 71 tot en met 75 gebleven? Nou, die heb ik dus hier in het bakje unlisted staan. Hier onderin. Dat betekent, die ga ik nog wel, dat komt nog wel, maar nu nog even niet. Nou ja, het nieuws gaat door, hè. En wat ben ik nou tegengekomen? Op het Internatio, ik weet niet hoe dat op zijn Pools heet. Maar dit is dus Pools, wat je nu ziet. En dan wil je natuurlijk weten wat daar staat. Dat heb ik al netjes voor jullie opgezocht. Hier staat dus tolerante Nederland, Arabische immigranten, aanval, vriendin. En dan denk je gelijk, nou Perry is helemaal gek geworden. Maar dit staat gewoon op Google Translate. Maar ze bedoelen denk ik te zeggen, in tolerant Nederland vallen Arabische immigranten onze dochters aan. Visionier. Ja, Attakia is aanvallen, immigrantie. Het tolerante Nederland. Arabische immigranten attacken de Zivicini. De Zivicini. Ja. Nou, dit filmpje hebben jullie denk ik niet op de Nederlandse internet YouTube gezien. Ik weet niet, want ik denk dat deze film is dus opgenomen door een van jullie. Ze waren ontzettend trots. Wat ze gedaan hebben, het is ze gewoon gelukt om met een mannetje of 10, om een meisje haar fiets af te pakken. En hij roept ook nog ergens, dit kunnen we dan wel. Dus, nou, laat ik eventjes nog niet vergeten om de speaker om te zetten. Ik bedoel de microfoon. Ja, zo moet hij dan. En dan kunnen jullie het goed horen. Doen we ook lekker fullscreen. Kank. Hier zijn ze aan het beginnen. Tegen een auto aan gooien, dat is leuk. Ja. Ja. Eindelijk wat te doen. Ja. Lekker geinen. Is dat de basket? Wiskleed. Kijk, en dat had ze niet moeten doen. Dit was haar grote fout. Kijk, en dit is ook fout geweest. Ze had onmiddellijk haar fiets moeten pakken en er vandoor moeten gaan. Want nu pakken ze haar fiets. Ja, en dan ben je lekker je fiets kwijt. Dan ben je lekker je fiets kwijt. Na, 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 na. Hop, en dan geven we even, ja, dan gaan we ook even trappen. Even een beetje, ja, hoppakee, nog een sneeuwballetje erop. Hop, tegen de grond te schoppen, hoppakee, tegen de grond te hakken. Ja, we zijn met z'n allen, kom op, je had er wel eens een meisje aan. Dit kan er nog gebeuren. Hoorde je wat hij zei? 1-12, 1-7. Nog een keer. Doe er eventjes nog dichterbij. Sorry voor al de gefrot, maar dat hij even goed binnenkomt. Dit kunnen we nog winnen! Hij zei toch van mij, volgens mij echt, dit kunnen we nog winnen. Het enige wat ze nog kunnen, dat is een meisje dat uitglijdt met de fiets. Oh, naar weg hollen, want oh, kijk eens. Ja, eindelijk wat leuks te doen. Kom op, nog verder. Ja, kom op, nog meer sneeuw, man. Kom op, gooi erop, gooi erop. 2-2-2. Ja, kom op. 2. Oh, pak die fiets af. Ja, sleur aan die fiets, man. Kom op, pak die fiets. Ja, he, verdorie, heeft een meisje. En de meisje zegt, nee, het is mijn fiets. Ik moet naar huis. Mijn fiets!
fiets hebben jullie nodig? Ja, kom op, oh, dan glijdt hij uit. Oh, wat, oh, geef een trap tegen die fiets. Dan maak je gewoon die fiets een beetje kapot. Heeft ze ook geen fiets meer? Hop, trap tegen de fiets. Hop, nog een trap tegen de fiets. Kickboksen. Ja, goede actie, jongen. Ach, je mag mijn schoonzoon worden. Als je met z'n achter zo'n meisje aan kan, nou dan. Als dat trofeetje. Ja. Lachen. Ja, ik fiets. Nee, nee, helemaal niet, helemaal niet. Geen maar, sorry. Kijk hier maar, ik goed hè, vet. Hij zegt ook nog ergens. Kan je hem even. Hoeveel fietsen hebben jullie nodig? Ja? Oh, hij schopt ook echt een meisje aan, joh. Hij geeft de jongen ook even een beuk tegen een meisje aan. Kom op, hè. Wij jongens zijn de baas. Lekker doortrappen, jongen. Schop je fiets omver. Hij zegt nog ergens van... Hoeveel fietsen hebben jullie nodig hier in Nederland? Hè? Allemaal nergens voor nodig. Wat is dat trofeetje? Ah, je kan er trots op zijn dat je alles gefilmd hebt, jongen. Dan weten we gelijk wat voor vlees we in de kuip hebben. Nee, nee, helemaal niet, helemaal niet. Geen idee, sorry. Hij is wel lekker zo'n blonde fiets gepakt. Ja, man. Ja, geweldig. Mag je maar blij mee zijn dat dat tegenwoordig normaal is. Ik kan me dat uit mijn jeugd niet herinneren, dat wij dat deden. Nee. Ik weet niet of ik die nog kan vinden. Met... Dat is ook wel een gave. Die past er echt wel heel goed bij, hoor. Maar dan moet ik weer eventjes terug. Dan moet ik hebben... Dus de immigrantie... Oh, papa. En dan Londen. Ik had hem willen boekmarken, maar dat ben ik vergeten. Ik hoop dat hij gelijk bovenaan komt. Even kijken. Ik denk dat het deze is. Ik weet gelijk of hij goed is, hoor. Maar Mackie is ook niet echt mee te werken. Nou. Geluid nog uit. Ja, dit is hem. En waar het hier om gaat, dat wil ik natuurlijk ook weten. Je kunt natuurlijk ook geen Pools. En de vertaling hiervan. Immigranten hebben een stelletje aangevallen in Londen. Dat hadden ze beter niet kunnen doen, want de jongen in kwestie, ik zal het even inleiden, want het gaat zo dadelijk heel snel, want in 1 minuut 35 rekent hij af met, nou dan gaan we ze dadelijk even tellen, ik ga de telling bijhouden, dit wordt een hele spannende immigrantenwedstrijd, want dit wordt een wedstrijdje kickboksen tussen meerdere immigranten tegen één Londenaar. En die staat dus hier een selfie te nemen van hemzelf en zijn vriendin ofzo, of? Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar ze zijn unisex, staan ze op het plein, niemand lastig te vallen. En dan is er een immigrant en die denkt, kom. En die trekt aan haar haar, zie je dat? En die vrouw heeft zoiets van, er wordt niet aan mijn haar getrokken. Ik zal even wat terughalen, dat je niet denkt dat dit een hoax is. Hij komt er aanlopen.
Het is zijn half-shirt, zijn hand uit zijn zak en hij trekt haar naar haar. Oh, en dan wordt dat mannetje boos. En die gaat een beetje stoer lopen doen. Hoppa. 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 Nummer 2. 1, 2. Ja. Maar ze hebben vriendjes. Hij heeft zoiets tegen zijn wijfje van... Oké, dan komen de vriendjes komen eraan. Kijk. En een wijfje probeert nog een beetje mee te helpen. Ja, die zit zelf niet op kickbox les. Hoppakee, stamp erop. Hoppa. Ja, hij iets achteruit. Hop, dancing. Hey, dancing Makino. Bam, bam. Hoppakee, toch een keer. Bam, 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 bam. Pazza. Kopstoot, trap erop. Nou, dan denkt de volgende, dat is een lekkere massage. Die wil ik ook. Er komt er nog een voor een massage. Nou, die wil ook een massage. Die geeft hem een duw. Ja, hij rolt. Wacht even, dit is echt geweldig. Dan moet je denken aan de film The Matrix. Dus dat is die scène van die vrouw. Even kijken hoe dit... Nee, nou zit ik te ver terug. Maar die maakt ook zo'n prachtige onderuit. Nee, dan zit ik weer niet goed terug. Wacht even, nee, dit bedoel ik niet. Deze bedoel ik. Als hij zo dadelijk een duw krijgt. Kijk, nu krijgt hij een duw. En wat doet hij? Moet je kijken. Hij maakt gewoon een koprol achterover. Hè? Hoppakee. Tat de boom. Hop, knallende ballen. Hoppakee. Sterretjes in de ogen. Pak knallen op de bas. Dat is nog heel lief van hem. Hij had hem ook gewoon in zijn nek kunnen trappen. Was hij dood geweest. Nou, zijn vrouw die helpt hem nog. Die geeft die andere een duw. Hij zegt bam, de bam, de bam, bam, bats, bats, bats. Hoeveel zijn we nou eigenlijk? Er ligt er nou 1, 2, 3, 4, 5. Hop, nog een trap erop. Trappen ze maag, hop, schoppen ze kop. Nou, volgens mij hebben we er nou toch echt wel 4 gehad. Of 5. Deze, die ene, die twijfelt nog een beetje. Van, zal ik ook een robbertje mee gaan doen? Het is toch mooi, hè? Ah, die immigranten die moeten gewoon een kaartje krijgen bij binnenkomst. En daar moet op staan. Blijf met je tengels van de wijven af. En dan denken ze gelijk dat we ze steriel willen houden. Maar dat is gewoon hier een manier van doen. En als je met een vrouw kennis wil maken, dan moet je gewoon... Ga je op zangles. Krijg je een bepaald soort vrouwen te ontmoeten. Of je gaat op volleybal of zo. Leer je ook van die leuke meisjes ontmoeten bij de toernooien. Maar dat doe je niet door aan hun haren te trekken. Nee, dat doen we dus niet. Dus dit was uitzending 076, als ik het eventjes goed ga controleren. Want anders zit ik jullie voor te liegen. En dan denk je, wat zit die Perry weer te kletsen? En die unlist, dat loopt tot 5. Ja, dit is dus 076. En tegen jullie lieverds die het leuk vonden om eventjes met mij mee te lachen over het een en het ander... Zeg ik tjus. Dag lieverds.